Het is zover. Na anderhalf jaar werken is het E17-viaduct in Gentbrugge afgewerkt. Vanaf morgen zal er geen hinder meer zijn. Ja, we hebben hier heel wat grote werken, grote renovatiewerken opgezet. In 2018 is betonrot vastgesteld aan het viaduct. Kwamen er brokkelbruggen naar beneden, brokkelstukken. En vandaar dat daar een grondige renovatie voor moest opgezet worden. Die werken lopen nu ten einde over een tracé van 1,6 kilometer. Een volledige grondige renovatie. Het volledige viaduct hebben we eigenlijk de volledige wegopbouw vernieuwd. De waterdichting vernieuwd. De voegen met het bekende kaduk-kaduk-geluid hebben we aangepakt, zodat dat voor de omwonenden veel minder hinderlijk is. Nieuw asfalt gelegd, nieuwe geluidsschermen geplaatst en ook de onderkant van het viaduct hebben we al grotendeels aangepakt. Daar zijn we nog volop bezig met betonherstelling. Het gaat over ongeveer 94 pijlers, van die grote betonnen pijlers. Die worden allemaal heel grondig geïnspecteerd en waar er schade is, wordt dat hersteld. En dan krijgen al die pijlers ook nog eens een beschermende coating om te vermijden dat we in de toekomst roestvorming of betonrot krijgen. Nu de werken op het viaduct zijn afgerond, kunnen ook de op- en afrit in Gentbrugge opnieuw open. In totaal kostte de renovatie meer dan 40 miljoen euro. Dagelijks passeren hier een pak auto's en vrachtwagens en die letten maar beter op hun snelheid. Ja, de trajectcontrole komt ook terug. Die is vandaag de dag al geëikt, dus die kan volop operationeel dus zijn. Dus de boodschap is aan alle weggebruikers, houd u aan de snelheid, want anders riskeert u een boete op te lopen.